Hoi, ik ben Julia en leuk dat je kijkt bij een nieuwe video. Het is eventjes geleden, ik ben eventjes gestopt met het maken van video's en vloggen. Maar vanaf volgende week ga ik gewoon weer verder. En het was eigenlijk de bedoeling dat ik deze week een vlog online zou gooien. Want de planning was dat de winkel deze week open zou gaan. Maar helaas, corona en alles, de lockdown, verbouwing die wat langzamer loopt, gaat dat niet door. Maar dat vertel ik in de volgende vlog of in de vlog van volgende week vertel ik daar alles over. En ik dacht, ik wil wel iets gaan uploaden. Dus ik heb een shopvlog voor jullie. Want ik heb de afgelopen maanden natuurlijk best wel wat geshopt. En een deel daarvan heb ik bewaard voor vandaag. Dus dat heb ik nog niet aangedaan. Dat ga ik nu voor het eerst aantrekken. Een deel heb ik net ook binnengekregen. Ik vlog dit trouwens met mijn iPhone, want ik heb mijn camera bij de winkel laten liggen helaas. Maar let's see, misschien is deze kwaliteit wel beter. En dan brengt die Sony gewoon terug, who knows. Maar niet te lang praten, laten we gaan beginnen met de eerste items. En we gaan beginnen met de items van ASOS. Ik wou een keer ergens anders bestellen dan Zara en Bershka, want dat doe ik altijd. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga via ASOS en ik kwam Shein tegen, dus dingen bestellen. En ik heb 3 broeken bij de ASOS. Dit is er eentje, let niet op mijn zoeken. Met een klein splitje en het is gewoon een soort nylon leggingje, super relaxed. En dan tot daar, dus het is denk ik wel leuk met gewoon wat leuke sneakertjes. En deze hele mooie jeans. Heel gaaf en een beetje een wide fit. Alleen, hij is te lang. Dat heb ik dus altijd. Maar ik vind hem zo mooi. Dat ik hem denk ik gewoon laat inkorten. Kennen jullie dat filmpje met wat nu zo rondgaat door corona? I have it, couldn't wear it of zoiets. Ja, dat is dus serieus mijn probleem als ik kleren bestel. I have so many cute outfits planned for this year that I couldn't wear. So I just wanted to show you. See this? I love it. I couldn't wear it. Love it. Couldn't wear it. Ja. Yeah. Love it. Couldn't wear it. Maar deze laat ik denk ik ook innemen. Want ik heb deze ook van de Zara. Maar die is dus hetzelfde. En de petite is die ander. En die vind ik dus eigenlijk weer net te kort. Small people dilemma. Of nou ja, small. Ik zit er dus net tussenin. En dan gaan we door naar Shein. En ik heb alleen een body van Shein. En die vind ik echt wel heel chill. En ik krijg hele gemixte reacties. Dus ik ben benieuwd. Dit alles bij elkaar was nog geen 80 euro. So let's try. Oké, ik dacht eerst what the fuck, maar volgens mij heb ik hem. Oh, nog steeds what the fuck. Oké. I don't know. Ik heb er zo'n... Dit werd aanbevolen bij een body, dus ik ga die body even aandoen. Kijk hoe het dan staat. Nou, dit is de body. En nu snap ik het wel. Alleen je ziet de lijntjes van die BH er nog wel door. Ik heb hem even zo aangedaan, zodat jullie kunnen zien hoe die zit. Want, ja, gewoon daarom. ja, niet veel over te zeggen. Gewoon een hele chille discotoon. Oh, dit vind ik heel relaxed. Zo. En ik vind dit ook wel een beetje gewoon... gewoon leuk staan. Dus ja, dit is zeker een 10 out of 10. Ik ben altijd bang als ik bodies bestel dat ze dan hier zo... Weet je, net van die rompers. Maar dat ze hier zo strak zitten. Maar deze zit juist super wijd. En dit is een S'je. Dus ja, heel tevreden ermee. Mijn spiegel staat daar, daarom kijk ik daar. Ja, deze is good. Ik heb nu wat leuks aan, jongens. Het is... ja, kijk. Oh, mijn spiegel. Zo, ik moet toch eerst in de was. Kijk,
Het is een twin suit, noemen ze dat? Een cohort, toch? Voor de fashionista. Zo. Die broek is awesome. En het shirt weet ik niet wat ik ervan vind. Ik vind hem heel lang. Maar die kleur, dat is het chocola, mokka of zo. Maar ik dacht, als je hem dan zo doet. Een beetje zo, getukt. Zo, met de sneaker. Nah. Tof, toch? Ik vind het heel leuk. Voor, wat heb ik hiervoor betaald? 18 euro of zo? Ja, man. Voel me helemaal gelijk. Ja, ik vind het echt heel leuk. Huispakkie of zo. Of gewoon ook met een witte sneaker. Oh, over witte sneakers gesproken. Ik heb een superleuk verhaal voor jullie. Althans, ik vind het hilarisch. Soort van. Eddie denk ik wat minder. Maar de New Balance 530. Overal uitverkocht. Ik wil ze zo graag. Iedere toffe influencer heeft ze. Nu wil ik ook een toffe influencer zijn. Dus ik wou ze ook. Maar overal uitverkocht. En nu zag ik dat ze ze bij Sidestep heet dat volgens mij. Hadden ze nog witte. Dus ik helemaal lyrisch natuurlijk. Maar ik wilde eigenlijk de wit met zwarte randjes. Die dus echt iedereen heeft. Maar die is dus overal uitverkocht. Ik ze bestellen, hè, om 8 uur 's avonds, krijg ik om 11 uur een berichtje van Zalando dat die zwarte dus weer op voorraad waren. Dus nu heb ik die zwarte ook besteld en die komen als het goed is vandaag binnen. Maar nu weet ik dus nog niet welke ik ga nemen. Maar ik vind deze denk ik toch toffer. Let niet op de verf op mijn handen, jongens. Ik heb geverfd. Oh, en mijn haar zit ook zo wild. Omdat Juda die slaapt nu. Dus ik moet deze video heel snel opnemen. Mom life dingen, snap je? Maar. Nou, kijk. Nu ben ik echt de influencer. Yeah. Zo toch? Ja, ik vind deze ook wel vet. Zijn voeten lijken ook zo klein. Leuk. De laatste outfit. Ik heb er zelfs heels bij. Ik dacht dit is leuk voor de opening. Maar nu ik hem nu zo zie. Weet ik niet helemaal wat ik ervan vind. Misschien moet ik de heel stitchen. Oeh. Ik vind ze wel heel tof trouwens. Misschien onder die broek van ASOS. Maar oeh. Dit is beter al. Ik weet niet zo goed wat ik van dit gedeelte moet vinden, denk ik. Misschien tof als je er een crop top onder doet of zo. Ik vind het een beetje... Ik dacht apart is leuk, maar dit vind ik wel niet leuk apart. Wacht. Ik kan ze natuurlijk ook gewoon wegstoppen. Zo, kijk. Gelijk een heel ander beeld. Zo vind ik het tof. Ja. Ik moet wel zeggen, de kwaliteit is niet heel denderend. Het is een beetje, ja, gewoon synthetisch. Dun, zie je dat? Het blouseje is ook niet, of de blazer is ook niet hele goede kwaliteit. Hier, de schoudervulling is een beetje gek. Ik kom niet. De schoudervulling is een beetje, Maar ik vind de kleur wel leuk. En zo is het wel leuk. Misschien... Zo. Ja. 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 Keep it. Keeping it. Nou, en dit was bij elkaar ook volgens mij nog geen 25 euro.
Maar het moet wel even gestreken worden als dat kan. Kijk, en ik ben 1,63 meter. En hij komt niet eens zo heel ver tot de grond. Misschien hoort hij juist zo te zitten. Dat was ook wel tof geweest. Maar zo is hij ook goed. Yes, I like. Nou, dat was mijn shopvlog weer. Ik heb op zich best wel leuke items. Ik vind het alleen zo jammer dat van ASOS de spullen te lang zijn. En ik weet niet of de naaiwinkeltjes nog open zijn. Maar anders wil ik ze echt wel laten inkorten. Want die jeans is echt mooi. Oeh, sunshine. Ik heb ook nog heel even wat foto's gemaakt natuurlijk voor deze omslag. En ja, laat me weten wat je ervan vond. Laat vooral weten welk setje je het allerleukst vond. Voor mij is, ik denk, definitely dat bruine setje echt een winner. Die vind ik echt wel heel tof. En toch, deze broek zo met die dingen ingetukt vind ik ook echt wel heel leuk. En de jeans. En natuurlijk de schoenen. Ik zal straks even een polletje online gooien. Of misschien heb ik dat al gedaan gisteren. Met welke je leuker vindt. De witte of de wit met zwart. En volgende week komt er dus een vlog online waarbij ik alles ga uitleggen wat er nu gaande is in ons leven. Want zoals ik niet heb verteld in de vorige vlog, maar de meeste van jullie wel weten die mij volgen op Instagram, hebben Eddie en ik een winkelpandje gehuurd. En dat betekent dat wij samen een winkel gaan openen. Ik begin eindelijk met mijn eigen sieradenlijn. En ja, het is allemaal heel spannend. Maar nu met corona is het ook wel lastig. En om eerlijk gezegd te kunnen zeggen, ook een beetje kut. Want ik zit thuis met Jura, die kan niet naar de opvang. Dus ik heb heel weinig vrije tijd om dingen te doen. Eddie moet gewoon werken, want er moet wel brood op de plank komen natuurlijk. En ik moet nog steeds dit soort dingen kunnen doen. Dus ja, en ja. Dus laat vooral weten wat je van deze video vindt. Laat ook even weten of je überhaupt al zit te wachten op een vlog. Want als je er niet op zit te wachten, dan ja, dan ben ik voor niemand aan het filmen. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om weer voor de camera te staan. Super ijdel, maar ik vind het echt heel leuk om te doen. En dankjewel dat je kijkt. Vergeet niet te liken, te abonneren en te delen alsjeblieft. Want dan geef je mij weer gewoon een extra boost om verder te gaan hiermee. Doei! Oh ja, en ik zet alle linkjes nog in de beschrijving. Maar alle spulletjes van ASOS zijn uitverkocht helaas. Maar de rest heb ik allemaal in de beschrijving. Dus doei!